Oh. Ja, jammer. Helaas. Ik ben goed voorbereid. Ik heb mijn oude laptop en mijn nieuwe laptop naast elkaar gezet. Voor het geval als er iets gebeurt, dan ben ik altijd nog bereikbaar en kan ik toch reageren. Ja, om 9 uur, 8:30, ben ik al online gegaan en mijn eigen aangemeld om de kaarten te kunnen gaan bestellen. Of tenminste in de wachtrij te komen. Oh, nou, uitverkocht. En dan verandert ineens het scherm. Ja. Wat Ja, staat er? vanuit het niks. We zaten hoopvol nog te wachten van nou, we weten niet hoe lang het duurt, maar er zal toch op een gegeven moment wel een melding komen. En nou krijgen we melding inderdaad, de eerste ronde van de ticketverkoop van de Grand Finale is uitverkocht. Dan komt nog een tweede ronde, maar dat is pas in januari. Dus dan moeten we weer gaan zitten en weer hopen dat we kaartjes kunnen bemachtigen. Ik zie nog geen tranen. Nee, maar er is nog hoop, hè? Je zegt al januari, wat zijn nog meer de opties? Maart, twee kansen om nog via deze weg aan kaarten te komen. En als die kaarten op zijn, ja, dan houdt het gewoon op. Nou, misschien word ik vrijwilliger, je weet nooit, hè? Maar de hoop is er nog. De Je hoop kunt is er misschien nog zeker, gaan. ja hoor. En zo niet, dan gaan we hier met vrienden gezellig Eurovision Songfestival kijken. Dus de pret zal niet minder worden. Maar we blijven hoop houden. Thank you.